Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat er een technisch gesprek in de planning is met een topvertegenwoordiger van de UNESCO. Eerder deze week reageerde Ramdin op vragen van journalisten ten aanzien van de ontwikkelingen rond de bouw van de nieuwe DNA-vergaderzaal, wat zou kunnen leiden naar het schrappen van de historische binnenstad van Paramaribo van de UNESCO Werelderfgoedlijst. Ramdin benadrukte dat Suriname niet van de lijst is gehaald en de zaak heel serieus genomen moet worden. Nee, ik neem het serieus. Laat ik daarmee beginnen. Ik wil ook zeggen, die uitspraken die zijn gedaan zijn onfortuinlijk. Laat ik het netjes zeggen. We moeten oppassen. We proberen een positieve imago te creëren voor het land. En we moeten altijd rekening houden met het feit dat uitspraken die hier gedaan worden, niet alleen deze uitspraak hoor, ook zoveel andere uitspraken, verwarring creëren in de wereld. Waar wij juist als Buitenlandse Zaken proberen een goed verhaal naar buiten te brengen, een consistent verhaal, vertrouwen te wekken, moeten we dat niet doen door uitspraken. Niet alleen door onze mensen hoor, ook anderen doen uitspraken in de wilde weg. En dan vraagt men zich in het buitenland af, wat gebeurt er? Misschien moet ik wat strenger zijn in dat opzicht, om mensen daarop te wijzen, maar die heeft wel effect. De bewindsman geeft aan dat hij vruchtbare gesprekken heeft gevoerd met de twee belanghebbende ministers. Er zijn drie zaken die spelen in deze hele situatie. De aanbesteding, de kwestie van ruimte geven aan archeologen om te zoeken om hun werk te doen. En de kwestie van natuurlijk het ontwerp of dat in lijn is met de regelgeving. Het ministerie van Openbare Werken is bezig met een onafhankelijke analyse door twee architecten die niet betrokken waren om dat aspect te bekijken. Er zijn gesprekken met UNESCO gaande en er zal ook een technisch gesprek zijn met UNESCO nadat dat onderzoek is gedaan. Dus er is een traject uitgezet. En we gaan daarover vanmiddag tijdens de regeringsvergadering aan de president verslag doen. En mogelijk dat er dan daaruit ook weer andere besluiten komen die ons ruimte geven om dit goed uit te zoeken. En ook dat goed te communiceren met UNESCO. Ramdin zegt binnenkort naar Parijs af te reizen om persoonlijk met de directeur-generaal van de UNESCO te praten.